Niet s'nachts of op een afgelegen plek, nee midden op de dag en in een straat omgeven der huizen staat vermoedelijk de rennende rukker voor de neus van Lisbeth Visser. Ze is net bezig de ramen van haar winkel te lappen. Ik draai me eigen om, ik hoorde rare geluiden. Ik denk: wat is dit nou? En hij had uh, zijn uh, leuter uit zijn broek vandaan gehaald. En hij stond te zwingelen met de dingen. Hij stond er aan te rukken. En, uh, dus ik uh, denk: wat is dit nou, joh. Dus ik, maar ik heb die tuinslang in mijn handen. Dus ik draai me om. En ik loop een stuk iedereen. En ik spuit hem nat met die tuinslang. Zo, kan oké, even afkoelen. Het helpt, want de man rent weg. Bianca Davids, een van de eerste slachtoffers, verbaast zich dat de rennende rukker steeds onvoorzichtiger te werk lijkt te gaan. Ja, precies. Dat hij nu echt andere tijden en dat hij dan net zoals gisteren midden op de straat gaat staan. Uh, ja, het, het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Lijkt wel of hij er gewoon overal maling aan heeft. Gisteren lieten we een compositietekening maken op aanwijzing van één van de slachtoffers. We zijn benieuwd of ook de andere de man herkennen. Ik heb hem niet helemaal van dichtbij goed kunnen, maar het is wel. Uh, ja, het komt echt helemaal overeen. Het ja. zou hem zomaar kunnen wijzen. U herkent er wel wat van? Ja, hij heeft wel dat haar, maar deze lijkt toch wel omdat hij een dikker gezicht hebben hoor. op die foto. Maar ja, uit de verte vandaan. Ik doe mijn brillen even af, uit de verte, het zou hem zomaar kunnen zijn. Dus als je deze tekening zo ziet, dan denkt u, dat is hem? Dat is hem, ja. En ook al wordt er soms wat lacherig over gedaan, de slachtoffers nemen het zeer serieus. Nu is het alleen nog maar bij volwassenen, maar ja, je weet niet bij kinderen. Ik vind het maar niks dat zo iemand uh, losloopt, nee. O, pakken die handel, heel snel.